Terwijl de Udense kinderen woensdag hun EHBO-project al spelenderwijs afgesloten hadden, moesten de groep 8 leerlingen uit Volkel en Odiliapeel een dag later nog flink aan de bak voor hun examen. In sporthal Terra Victa moesten zij de theorie in praktijk brengen met allerlei opdrachten. Alles wat ze geleerd hebben dit jaar kwam aan bod. En dat mochten ze uitproberen op medeleerlingen die de slachtofferrol op zich namen. Van ledematen verbinden tot de stabiele zijligging, van alles kwam voorbij. In totaal deden er 77 kinderen mee aan het EHBO-examen.